Dus 1 is zeker. Peter Jochemsen is sowieso vanaf dit moment zeker van een plekje in die finale bij de bovenste helft. En gaan wij aan deze kant kijken naar Henk Bouwman. Nee, dus even kijken. Want we gaan nu naar een 14 toe. Ik zal daar kort van alles wachten. En ik wil je daar terugvragen. Die is goed. Kijk, als hij over de baan gaat, dat is bijna lang wat weer goed is. Dus ik denk dat in de naam van Hitler, wat staat in de hoofd, die op deze kant vandaag geeft. Aan deze kant de enige Brabantse inbreng in de 4,5 van standaard. Deze is van 18,40 van Victor vanuit de uitstraatte vellen. De laatste enige Brabantse inbreng, dat we hadden natuurlijk ook nog een auto kunnen hebben. Waar we een plaatsing hadden. De plaatsing hadden kunnen hebben voor deze klasse. Alleen, die doet het uit Bosnië nog wel. Ja, alleen het staat goed, dat is afgelost. En helaas ook geen Friese inbreng, want een Friese en dat is een Zulk, dat ook afgelast. We vonden het ook niet belangrijk dat er een Friese inbreng is en de wetenschap van Brabant en zo. Maar zo is het dat die Friese in ieder geval de kwalificatie is. Het is een wachtel waar we in over de auto van de sleepwagen komt en dat is ook goed de grondopvraag te maken. Dat wordt door de zonnewagen. Het standpunt van de wagenbouw is even de grond op spalen. En ja, van de toren, nou, ik ben wel een rode beschikking natuurlijk, maar de toren is iets minder goed zijn dan te zetten. Ik denk dat het wat minder makkelijk met de rij. Maar de beweging, de voorkamer beweging, zit er nog steeds in de wagen natuurlijk. Daar komen we nu van dat hij dan nog gaat tonen hoe lang dat hij dit vol gaat houden.